chefsfriends.nl. Op het bordje zie je een klein kernerkreeftje liggen. Kernertjes, dat zijn Canadese kreeftjes, maar dat zijn kreeftjes die worden niet groter dan 300, 350 gram. Worden maar een hele korte tijd in het jaar aangeleverd, van pak een beetje begin mei tot half eind juni ligt er een beetje aan. Soms willen ze wel eens een beetje laten uitlopen als er voldoende groeit, zeg maar. Daarbij heb ik een aantal bereidingen van wortel en citrusfruit. En dat citrusfruit in dit geval is sinaasappel gemarineerd in olijfolie en een crème gemaakt op basis van yuzu. Yuzu is een Japanse citrusvrucht. Daarbij een beetje paalkoeskoes en een saus gemaakt van jasmijnbloesem. We zijn in eerste instantie uitgegaan van we willen iets met kreeft doen en jasmijnbloesem. Dat leek ons gewoon een hele lekkere combinatie. Nou, dan ga je weer kijken, wat kan ik dan met jasmijn combineren? Je kunt er heel veel bij gooien, maar het moet wel smaken samen natuurlijk. Nou, en dan ga je denken, waar we heel vaak wel eens gebruik van maken, is de boeken van Angelique Smijnk, Smaakvrienden. Daar staan een heleboel interessante combinaties vaak in, waar je zelf niet altijd 1, 2, 3 op zou komen. En dan denk je van, hip, als je daar iets te staan van, dat probeer ik gewoon eens uit. En als je dan de smaken in ieder geval al hebt die bij elkaar kloppen, dan ga je uiteindelijk weer verder kijken naar welke structuren, welke bereiding pas ik toe, totdat je tot een geheel komt. Dat is eigenlijk hoe we te werk gaan bij ons. Heel vaak is het zo, dan zitten we bij elkaar met de sous-chef, mevrouw denkt heel vaak mee, Ellen, en dan zijn we bezig over een nieuwe menukaart. En de ene roept, kreeft, kenner, daar is nou te doen van, dus daar willen we graag iets mee doen. Wat ga je erbij doen? Nou, wortel, sinaasappel, überhaupt citrusfruit, heel veel smaken die bij elkaar passen. Dan ga je dan bedenken, wat ga ik met die producten doen? Nou, en de een roept dit en de ander roept dat. Nou, op een gegeven moment is het idee ontstaan. Dan probeer je het in de praktijk uit. En als het dan niet goed is in de zin van de een te veel of het ander te weinig, dan pas je dat nog een beetje aan. En als we dat met z'n allen achter staan, dan komt je eigenlijk dan op elkaar te staan. Heel vaak is het zo, als we met een idee in ons hoofd rondlopen, dan wordt dat op een lijstje geschreven van dit is voor maandag. En dan wordt er dan gekeken inderdaad dat er een aantal uren gespendeerd worden om een beetje te experimenteren met of een hele nieuwe bereiding die je niet kent. Of heel af en toe heb je wel eens een heel nieuw product waar een leverancier mee aankomt. Hey, probeer dat eens uit, misschien kun je daar wat leuks mee. Maar ook onze eigen ideeën die je dan in je hoofd hebt, ja, die worden dan een keer uitgevoerd. En wat ik zeg, dan wordt er met een aantal mensen geproefd. Totdat we met z'n allen er dusdanig tevreden over zijn, dat we zeggen ze, oké, zo blijft hij, zo komt hij op de kaart. En daardoor verandert onze kaart gemiddeld, pak met 4, soms 5 keer per jaar, afhankelijk van de seizoenen natuurlijk. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.